Nou, ik kreeg gisteravond kwam er een pakket binnen van Marley Spoon. Dat is een zogenaamd maaltijdbox. Alleen ik kreeg twee zakken zonder box. Dus ik weet niet of die box er normaal gesproken om hoort. Maar ik kreeg twee zakken. Met twee hele grote zakken met allemaal ingrediënten voor twee gerechten die ik zelf had uitgekozen. Nou, die kun je kiezen uit een weekmenu en dan heb je zo'n 12 verschillende soorten gerechten waar je uit kunt kiezen. En ik had gekozen voor een viscurry. Er zat lekker veel groente in, vers vis, rijst. Ik ben gek op curry, dus ik dacht van, nou ja, als niemand anders het lekker vindt, ik waarschijnlijk wel. Dus ik heb hem gekozen. En die gaan we vanavond eten. En morgen gaan we penne eten. Nou, mijn dochter is gek van pasta. Met kip en een romige groentesaus. En aangezien wij hier echt veel te weinig groente eten. Nou ja, dat is dus een van mijn voornemens voor het nieuwe jaar. Dat is meer groente en wat gevarieerder. En ik ben ook naarstig op zoek naar wat meer variatie in mijn weekmenu's. Nou ben ik geen slechte kok. Ik kan best aardig koken, moet ik zeggen. Maar er zit niet heel veel variatie. En ik ben ook niet zo creatief. Dus je moet mij geen zak met ingrediënten geven zonder recept. Want daar bak ik echt helemaal niks van. Maar gelukkig zitten daar dus ook recepten bij. En heel duidelijk uitgelegd ook. Dus ik ga vanavond ga ik dat voor het eerst proberen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie laten zien wat er in die zakken zit. Ik heb zelf ook nog geen idee, want ik heb ze gekregen gisteravond en gelijk in de koelkast gestopt. Om ze dan vervolgens vandaag samen met jullie uit te pakken. Kijk je met me mee? Gisteravond ontving ik twee maaltijdzakken van Marley Spoon. En dit zijn de gerechten die ik gekozen heb. De ene is een Indiaanse viscurry. Nou, ik ben gek op curry's. Maak hem zelf altijd met een vers gemaakte roux. Met lekkere kip. Maar dit is eentje met vis. En wij eten veel te weinig vis hier thuis. En eigenlijk ook te weinig groente. Dus ik zag vis en groente en curry. Rijst, heerlijk lijkt me dat. Of dochterliefde ook zo overdenkt. Dat moeten we dan nog zien. Maar deze gaan we vanavond eten. En de tweede is een kip in romige groentesaus. En nou, die leek me makkelijk. Ik zie daar pennen, heel veel groente, kip en een romig sausje, spekjes. Ik denk dat onze dochter die zeker heel lekker zal vinden. En ook weer genoeg groente om onze groentequotum te halen. Want ook daarvan eten we te weinig. Te weinig groente. Er moeten veranderingen komen. En ik ga samen met jullie die zakken openmaken. Allereerste zak van de viscurry. Die ga ik weer openmaken. Eens even kijken. Wat zit er allemaal in? Als het goed is het een pakket voor 3 tot 4 personen. Nou, vis uiteraard. Lijngevangen kabeljauwfilet met vel. Uit Noorwegen. Nou, vacuüm verpakt. Het is helemaal koud, dat komt net uit de koelkast. En houdbaar tot 13-1. Nou, mooi. We gaan het vanavond eten. Dus komt goed. Een hele grote wortel. Winterpeen. Lekker, gekke wortel. Broccoli. Ziet er ook lekker groen uit. Geen gele stukken erin. Kijk ik zelf altijd naar als ik het koop in de supermarkt. Of er geen gele stukken in zitten. Want dan heeft het er te lang gelegen, naar mijn gevoel. Rijst. Ook precies afgepast voor 3 tot 4 personen. Dit is 200 gram.
Nou, dat is dus volgens mij zit er in, in mijn verpakking altijd 400 gram in zo'n doosje. Dus dit is de helft ervan. Moet meer dan genoeg zijn voor met z'n drieën. Kokosmelk. Ik ben heel benieuwd hoe dat door mijn curry gaat smaken. Gebruik het zelf nooit, dus ik ben heel benieuwd. Oh, nog zo'n wortel. Even kijken, wat is dit? Oh, nog eentje. Nog een rijst. Ja, ik denk dat dat te veel wordt. Misschien voor 4 personen. Dat je 4 volwassenen zul je het zeker nodig hebben. Maar 2 volwassenen en een kind. Ik denk dat ik deze... Ik weet niet of ik 400 gram ga nemen. Ik ga het eens even verzinnen. Tandoori masala. Dat zal de kruiden zijn die door de curry heen moeten. En daar heb ik hier nog eentje van. Ik zie hier verse gember. Een limoen. En een bouillonblokje. Zelf ben ik niet zo van de bouillonblokjes, omdat ik altijd bang ben dat er E621 in zit. Daar kijk ik altijd goed naar. Ja, geen idee waar deze vandaan komt. Ik ga ervan uit dat het hier niet in zit. Dus dit is het complete pakket met ingrediënten voor de viscurry. We gaan nu de zak openmaken met de ingrediënten voor de kip in een romige groentesaus met pennen en krokante spekjes. Trouwens, in de vorige zak zat ook nog een ui. Die kwam ik net nog tegen. Ja, een ui. Die gaat natuurlijk door elk sausje zo'n beetje. Die moet ook nu niet ontbreken. Wat hebben we hier? Ik zie hier bieslook. Heerlijk, bieslook. Perzikboontjes. Ook weer zo'n lekkere winterpeen. Zout, toch? Ja, geen idee. Een soort kruiden. Kruiden, zout, adios, salz. We gaan het zien. Dit is crème fraîche. Dat zal voor de saus zijn. Een zakje pennen. Daar had mijn dochter het pas geleden nog over. Ik, mama, kunnen we weer een keer van die kokertjes eten? 100% biologisch. Ik zeg, tuurlijk kind, gaan we een keer doen. Nou, morgen krijgt ze dit. Spek om in blokjes te snijden. Ook spekreepjes, dan zijn ze al gesneden, denk ik. Ja. Nog zo'n winterpeen. En we zijn niet zo gek op wortels thuis, dus het komt helemaal goed. Een knoflookteentje. Een rode ui. Weer een bouillonblokje. De kip. Kippendijen. Kipdijf, kippendijfilet. Ja. Tot de 13e goed. Het is vandaag de 10e. Ja, dus tot het einde van de week. En nog een zakje pennen. Nou, meer dan genoeg voor met z'n drieën. Als ik het zo bekijk, dan heb je echt wel... Als je met 2 volwassenen, 2 kinderen, heb je echt voldoende ingrediënten. Ziet er allemaal goed uit. Ziet er vers uit. Die spergebanden, die zijn ook allemaal nog hard. Geen slappe hap. En Smee is blij. Ja. Dus vanavond wordt het eerst
de curry. En morgen gaan we de romige kip eten.